Mijn naam is Fabian Storm, Husqvarna Professional Business Developer voor de Automower Pro. Mijn naam is Wim van Veldhuizen. Ik ben Professional Manager Benelux bij Husqvarna. Ik ben Jeroen Wingerhoets, werkzaam bij de Enk Groene Golf en hoofdkeeper hier in Tilburg bij golfbaan Prizedo. Binnen de Enk ben ik ook precisiemanager die zich bezighoudt met alles met GPS en scannen en data verzamelen. De Automower Pro is natuurlijk een enorm belangrijke pijler voor Husqvarna in de professionele markt. We staan hier vandaag op de golfbaan Prizedo in Tilburg. Deze baan wordt onderhouden door de aannemer de Enk Groene Golf. Wat ik jullie vandaag wil laten zien is de allerlaatste innovatie van Husqvarna op het gebied van de Automower. De Husqvarna EPOS. Wat is de EPOS nou? De EPOS betekent het maaien met de Virtual Boundary Wire. Dus we hebben alleen nog maar een virtuele begrenzingsdraad liggen. Hoe werkt ons EPOS systeem nou? We werken met de bestaande satellieten in de ruimte. We pakken de 500 mm maaier en ons signaal wordt gecorrigeerd naar 2 cm nauwkeurigheid door middel van ons referentiestation. Het referentiestation is een vaste opstelling, ongeveer met een bereik van 300 meter. Ons EPOS-systeem is met name interessant voor golfbanen en sportvelden. En waarom? Omdat alle grondbewerkingen gewoon zonder problemen kunnen uitgevoerd worden, omdat er geen bedrading in de grond zit. Het voordeel van GPS met RTK is de precisie en ook het werken zonder kabel. We moeten heel vaak beluchten en grondbewerkingen doen. En als je dan moet werken met de kabel in de grond, heb je altijd last van en altijd beschadigingen. En het voordeel van dit systeem is dat je overal kunt toepassen zonder dat je in de grond iets hoeft te verwerken. Ik ben benieuwd hoe dit systeem hier gaat werken en wat we gaan zien in verschil in kwaliteit. Doordat deze maaier meerdere malen per week hetzelfde terrein maait, minder verdichting heeft omdat het licht is, of we daardoor dus verschil gaan zien in bodemkwaliteit en in graskwaliteit en dichtheid van de grasmat. Husqvarna maken 25 jaar automowers, maar ik ben ervan overtuigd dat we met ons Husqvarna EPOS systeem de stap zetten voor de volgende 25 jaar. Vanaf volgend jaar, 2021, zal de EPOS ook via onze professionele dealernetwerk verkrijgbaar zijn voor de eindgebruiker.